te zijn. En hij is thermofysioloog. En wij zijn al ruim een half uur bezig met sporten. Want hij wil ons namelijk laten zweten. Waarom zweet je nou als je sport? Nou, je zweet om te koelen. Om te koelen? Maar ik heb juist altijd het gevoel als ik sport dat ik echt oververhit raak. Ik heb het nu echt, mijn hoofd is echt een soort kachel. Als je het niet zou doen zweten, dan zou je oververhit raken. Okay. En bij jou zijn nou zo'n 2 miljoen zweetklieren. Daarvan een groot gedeelte is actief om jou effectief te koelen. Ja. En jij zweet al een stuk meer, zie ik, dan Michael. Michael heeft wat minder koeling nu nodig. En bij jou is het al aanzienlijk. Dus als ik niet zou zweten, dan had ik het echt heel heet gehad. Dan zou je echt oververhit raken. Wat gebeurt er nou als je oververhit raakt? Als je oververhit raakt, dan gaan de bouwstenen in je lichaam die gaan stuk, waardoor de organen niet goed meer werken. Eigenlijk werkt alles het beste als de temperatuur zo rond de 37 graden is. En hoe wordt dat dan gemeten? In de hersenen, daar zit een klein meetstukje, dat heet de hypothalamus. En die meet telkens de temperatuur. En wordt die hoger, nou, dan wordt er een signaaltje gegeven. Dan wordt dat gemeten en dan worden de zweetklieren die worden aangezet om extra te gaan zweten. Hoe koel je daar dan vanaf? Door de verdamping van het vocht koelt de huid en dat bloed loopt daaronder door. En als het dan een beetje kouder wordt de huid, dan is dat bloed dat zorgt ervoor dat dat mooi over het lichaam wordt verdeeld. Oh, oké. Oh. Kom binnen. Oh, het is niet eens. We zitten nu in de klimaatkamer. Ja. Hier kunnen we elke temperatuur instellen, van heel koud tot heel warm. Ja. En hier doet TNO alle onderzoeken. We hebben nu voor jullie hebben we het wat extra warm en vochtig gemaakt. Zodat jullie lekker kunnen zweten. De camera zweet ook. Zo. Dan gaan we even wegen. 37,5, 22 kilo. Even Jetske wegen. En Jetske weegt 62,215 kilogram. En waarom worden we eigenlijk gewogen? Nou, we wegen hier nu. En dadelijk na afloop, als je een tijdje hier zit. En het verschil in gewicht, dat is het vocht wat je hebt verdampt. Dus dat is wat je zweet? Dat is wat je zweet. We kijken nu naar Jetske door een warmtebeeldcamera. Met deze camera kunnen we precies de temperatuur van haar huid zien. Wat we een beetje zien als we goed kijken, is dat de mond ietsje donkerder is. De lippen die zijn een beetje nat. Daar zit natuurlijk allemaal vocht in die mond. Dat gaat verdampen en daardoor zie je dat de mond aan de binnenkant wat koeler is dan aan de buitenkant. Als er zweet zit, zie je dat dan ook op deze monitor? Ja, als je dadelijk flink gaat zweten in haar gezicht, dan gaat daar de huid die gaat koelen. En dan zie je dat het donkerder, dat het zwarter wordt. Nu zweet ze nauwelijks, want haar gelaat is nog heel warm. En ook bij de hals is het nog heel warm. Hij lijkt wel E.T. Wow, nou. Laat me je handen zien, Michael. Kijk, de handen die zijn ook ietsje kouder, ietsje donkerder. We gaan nu fietsen. Ja. Jij fietst 40 watt, lichte tegenwind. En Jetske, 80 watt, flinke tegenwind. Ondertussen gaan we kijken of er zweet op de huid komt. En we gaan met de warmtebeeldcamera kijken. Maar jou is misschien wat licht. Je bent beter getraind dan ik dacht, Michael. Je houdt het makkelijk vol, begrijp ik, hè? Zie je dat je rondom je neus al wel begint te koelen? Oh ja? Door de transpiratie. Oh. Nou, Michael heeft flink gefietst. Zijn hoofd is nu rond de 35 graden. Maar je ziet ook bepaalde donkere plekjes. En dat zijn de plekken waarop hij zweet. Bij Michael zie je heel mooi hier dat bij de kin, dat hij daar graag zweet. Dat zei je net ook, hè? Ik heb altijd een natte kin. Oké, we gaan je bewegen, Michael. Ik druk even op deze knop, als hij stilstaat. 37,298. Je was net ruim 37,5. Dus je bent ruim 200 milliliter verloren. Ik denk als we Michael nu dat flesje geven en we kijken... Dit is dat is hij verloren. Dat heeft hij verdampt. Even kijken. Jetske, die begon net op 62,25. Ze is nu 170. Je bent 100 gram ongeveer verloren. Er zit bij jou nog wel iets in de kleren, moet ik zeggen. Oh, oké. Okay. Er is een beetje vocht in de kleding getrokken. Okay. En Michael die heeft alleen een bloot basje. En nu top. Je hebt top weer onder. 37,5 kilo, als het goed is. Oh ja, dan gaan we eens even kijken. Ja, inderdaad. Doe je capuchon maar op, Jetske. Oké. Okay. Want je weet pas echt hoe belangrijk zweten is als je het bijna niet meer kunt.
Oh, dit voelt zo vies plakkerig. Nou, Michael, wees blij dat je te jong bent voor dit testje. Gaat het een beetje? Nou, het is wel warm, ja. Want hier kan ik dus allemaal nu geen warmte afgeven. Ja, heel moeilijk. De pak dat zelfs de warmte niet in kwijt. Het begint bij jou hier lekker te zweten, Jessica. Ja. Vind je warm? Oh, ik heb het echt super heet namelijk. Jullie zeiden net dat het zo ontzettend warm was toen je zweten. Maar wat vind je nu je niet kunt zweten? Oh, het is echt 10 keer warmer nu. Dat is wel een groot verschil. Ik heb een thermometer op je buik geplakt en hier kunnen we kijken hoe warm het is. Ja. Op jouw buik is het nu ruim 36 graden, 36,2 graden. Is dat hoog? Ja, dat is erg hoog. Oh, gewoon normaal, dan zit je zo rond de 25, 30 graden. En de binnenkant is 37. Bedoel je dan? Want de binnenkant is ook altijd 37. De binnenkant is 37, maar nu is de huid is bijna net zo warm als je binnenkant. En dat is vrij uniek. Dus, dit is vrij, heel hoog. Heel hoog. Heel hoog. Je kunt je warmte gewoon niet kwijt als je niet kunt zweten. Zo. Oh nee, hij is helemaal nat. Aha. Kijk, wij hebben nog één vraagje aan Hein over zweten. En daarom hebben we het lekkere bordje pittige Indisch eten gemaakt. Gaat dit? Dan mag je ze open doen. Ze hebben eigenlijk niet zo... Voel ik wel branden. Maar ik merk het nu wel, je ziet het ook al meteen. Ja. Zweet breekt me uit. Maar waarom ga je nou van dit pittige eten zweten? In pepers, daar zit een stofje, dat heet capsaicine, heet dat? Ja. En dat capsaicine, dat zorgt in mijn lichaam voor bepaalde reacties. Hier begint het al. Ja, bij mij werkt het ook. Die ervoor zorgen dat ik ga zweten. Michael? Ik krijg het moeilijk af, Michael. Zo, ik krijg niet alleen zweet, maar ik krijg ook tranen springen in mijn broek, zo ongeveer, van die pepers.